Jongens, een nieuwe week, een nieuwe gamerset gear en we hebben er weer een MSI laptop en we hebben een dooddoener alert. Een dooddoener verbod. Ja, inderdaad. Oké. Het is de GT 72S Dominator Pro Hero Special Edition. Nou ja, dat wil ik MSI wederom nageven. Verzin is wat lekkere namen. Gewoon MSI Heroes of the Storm zijn perfecte namen. Ja, Heroes laptop, ik weet ik veel. Een makkelijkere naam in ieder geval. Maar het ding kost dus pak een beet €3349. Ja, en de reacties die bij deze verboden zijn, zijn... Huh, voor dat geld kan ik ook een desktop kopen, veel beter is. Ja, en ook nog altijd de altijd leuke reactie. Ja, mooi, maar te duur. Ja, dat snappen we. Dit is een hoger segment laptop en dat weten we allemaal. Dat is allemaal prima. Ja, die reacties, we krijgen ze echt te vaak. Want ja, ik zou hier van hetzelfde geld, als ik hem nou naar de zwarte markt ga en ik verpats hem, dan bouw ik ook echt een fantastische desktop met waterkoeling snappen en zo. We, prima. Maar dat is nou eenmaal niet waar dit op gericht is. Het is namelijk een laptop, kun je meenemen. Ja, laten we beginnen met de olifant in de kast. In de kast ook is echt? Dat? Komt hij eruit? In de kamer? Het is de kamer inderdaad. Olifant in de kamer. Maar en misschien dat is... als hij homo is dan, dat hij nog wel erin zit. Ik weet het niet. Maar let op de decals. Dat is eigenlijk wat dit ding maakt. Het leuke is, tenminste wat ik zei over die 2349, dat is voor het standaard model. Dit is de Hero Special Edition. Dus er zit een soort van, ja, op dat gestaalborstelde aluminium hebben ze ook nog een soort van matte decals erop. En inderdaad, hier bij de touchpad zie je nog een beetje een Heroes of the Storm dingetje. Ja, dat is omdat ze gemerged zijn met Blizzard, I guess. Dan maken ze een speciale laptop voor Heroes of the Storm. En hij is fucking krachtig, wat op zich wel weer ironisch is, want Heroes of the Storm draait, nou ja, op een aantal optimalisatieprobleempjes na, draait hij eigenlijk best wel simpel. En er zit hier echt een best wel overkill videokaart in voor Heroes of the Storm eigenlijk. Ja. Zullen we straks over de videokaart beginnen? Eerst even, wat vind je van de decals? Want dat is toch wel wat dingen uniek maakt. Ik vind deze heel vet. Ja, ik moet wel zeggen, dat matte op het gestaalborstelde aluminium, dat is zich geïnspireerd door racecars. Hebben ze ook gezegd, dat staat van, nou, dus de auto's. Ja, echt als in hypermoderne auto's, daar hebben ze dit van getrokken. Nou ja, ik haal er dan niet uit, want het is een laptop en ze hebben er wat Blizzard artwork op gezet. Geen ik vind auto. Het niet. Ik ben sowieso meer van een subtiele laptop. Ik ben ook meer voor een soort Mac-achtige HP gegaan. Nee, maar het is ook super subtiel. Het is niet met kleurtjes of zo, het is gewoon erin gevreesd. Ja, oké, maar dit is meer een smaakkwestie. Ik heb gewoon liever een strakke laptop en niet dat er allemaal doodskoppen en dingen als op staan. Als ik echt fan zou zijn van Heroes of the Storm, zou ik die laptop willen hebben. Ik weet niet, Heroes of the Storm is tof, maar je moet echt een fan zijn, wil je dit kopen. Want je bent sowieso al, als je hiermee over straat wil, met sowieso al een grote lompe MSI laptop, dan is al een smaakoverweging. Maar ook nog deze, helemaal pimped, decked out in Blizzard stijl. Ja, ik vind het vet. Ja, ik zou er niet meer over straat doen. Ik vind het vet. Ik vind het leuk dat ze dit nu eens proberen. Want ik bedoel, stel je voor dat ze een keer dit met Star Wars doen, Instabuy. Ja, nee, dan wel. Please, ja. MSI, take my money. Goed, we hebben eerder al een soortgelijke laptop gereviewd. Ja, we hebben eerder volgens mij ook al eentje uit de Dominator serie inderdaad gehad. Ja. En GT72 staat ook hierboven. Dat is ook de laptop waar wij op werken, waar onze stagiair op werkt. Maar onze price range is bekend. Maar wat betekent wat je ermee kan? Nou ja, het is natuurlijk wel weer een krachtpatser pur sang. Ze zijn voor een GTX 980M gegaan met 8 gig videowerkgeheugen. Dus dat is op zich, nou ja, qua videokaart is echt, nou je kunt er Heroes of the Storm en meer op draaien. Het draait daadwerkelijk best wel goed. Een Skylake Intel processor, dus uit mijn hoofd, wat is het, 6820HK, dus dat is ook eentje met hyperthreading, dus dat is echt wel heel fraai. En zoals altijd weer, je hebt weer dat MSI het ondersteunt, dat je weer extra harde toeren kan maken op die case fans, zodat het beest ook wel cool blijft en het stijgt praktisch op. En verder 16 gig werkgeheugen, 2 SSD's van 128 gig. Dus wij zijn wel M2 harde SSD's, dus die werken iets sneller dan gewone SATA 3. SSD's, dus echt 5 keer zo snel of zo, dus echt razendsnel, dat moet ik wel echt zeggen. En de SSD is ook iets groter, dat is fijn, want we hebben voorgaande laptop die we hadden was volgens mij 120 gig SSD'tje erin. Ja, dan zet je Windows erop en 2 spellen en dan zit hij alweer vol. En hier kun je dus daadwerkelijk echt nog wel, weet je wel, ik heb GTA erop staan en The Witcher. Nou, GTA alleen niet hoor, met GTA Online inmiddels. Nee, dat is 50 gig inmiddels toch? Ja, maar ik bedoel, ik heb 250 gig geheugen, dus dat zou wel kunnen. En nog een terabyte normale HDD, dus het is wel echt... Ja, ik bedoel, je bent wel lomp aan het betalen voor zo'n ding, maar je krijgt er ook echt wel heel fraai spul voor terug. Ja, en natuurlijk zoals altijd bij MSI, de SteelSeries, die vind ik heel mooi. Die knopjes fijn. Het is altijd best wel een fijn toetsenbord. Ik moet wel zeggen dat ik er een aantal problemen mee heb gehad, want ze pre-installeren voor dat toetsenbord SteelSeries Engine 2.
En daar werkt hij dan weer wel mee, maar toen in één keer weer niet. En toen moest ik weer 3, terwijl mensen van MSI zeiden tegen mij van ja, onze SteelSeries toetsenborden werken niet met de Engine 3. Maar nu weer wel, ik snap dat niet. Laat het gewoon werken met de nieuwste software. Ja. Oh, en over software gesproken, MSI, alsjeblieft, hou eens op met echt 28 programma's vooraf te installeren. Mensen die vaker laptops kopen, die weten dit. Zodra je een laptop koopt, dan is het eerste wat je gaat doen, eerste orde van de dag, is haal alle poep eraf die je niet wil. Dus het is altijd een internetbeveiliger, een of andere cloud storage die je niet wil, de visuele profielen. MSI heeft een social media manager die je, en een social media updater die jou eraan herinnert dat je wel de social media van MSI moet volgen. Dat is een los programma. Als ik MSI was geweest, zou ik dat ook gedaan. Als ik een Gamerset laptop zou verkopen, zou sowieso de Gamerset app erop komen. En updates ja. Van de Gamerset app. Ja. En updates van de updates van de Gamerset app. Ja, en dan maak je weer een deal met Norton, zodat Norton je geld geeft. En dan zet jij een basispakket erop. Gamerset virus zet ik erop. Ja, alleen maar Gamerset. Ja. Precies. Zou ik doen. Nee, op zich, kijk, het is niet heel erg, want elke fabrikant doet het. Maar ik hoop gewoon dat het niet te ver gaat. Want dit is nou de vierde, vijfde laptop of zo die ik van MSI review. En ik erger me daar telkens aan. En telkens als ik een nieuwe heb, zie ik weer een aantal nieuwe programma's die ze erop zetten. Dus dan denk ik, oh god, ga alsjeblieft niet te ver. Want er komt een moment dat je hem echt aanzet en dat je gewoon... gewoon dat die PC niet meer draait. De reden dat er meer harde schijf in zit is gewoon alleen al. Ja, ik denk het. Het zou wel vet zijn. Nee, ja. Oké, hij speelt goed. Er zit een GTX 980 in, dus je kunt wel wat degelijke prestaties verwachten. Dus het is, ja, tuurlijk, het is geen desktop kwaliteit, maar hey, dat full HD, hoge framerates doet hij wel. Hij draait ook gewoon, de nieuwste games draait hij prima. En kom op, je hebt ook een dikke Intel Skylake processor erin zitten, dus er kan eigenlijk niet echt heel veel fout gaan. Ja, genoeg USB-sticks. Ja, ik zie het al, ja, je hebt 6 USB-ingangen, je hebt een USB-C aansluiting. Holy shit. Vet. En zoals altijd weer een dual link zodat je uit kan voeren en een HDMI, weet je, stel je wil hem ook nog op 4K uitvoeren, dat zou helemaal kunnen. En alles zit er eigenlijk op wat je verwacht. Bluetooth, een goede equalizer. De speakers zijn wel weer heel degelijk. Dat moeten we wel altijd zeggen van MSI Dynaudio speakers. Dat zijn echt, mits de laptop een beetje dik is en hij is van Dynaudio, dan weet je gewoon, daar komt echt heel veel geluid uit. En dit model maakt dat weer waar. Je kan op het centraal station ook... Ja. Nou, het is geen silent disco meer, hoor. Er gaat MDMA in en hoppakee. Nice. Ja, nee. Oké, nou, wat is je final tot? Heroes of the Storm editie? Nou ja, de Heroes of the Storm editie... Zit Heroes of the Storm erop? En is gratis. Ja, die... ja. Maar zit die pre-installed op? Nee, die zit er niet pre-installed op. Dat is raar. Ja, dat is inderdaad scheef. Maar okay. Volgens mij, ik wil ook even... Volgens mij, dit moeten we even met z'n allen crowdsourcing, mensen. Zoek dit model op, want volgens mij wordt deze hele special edition... Kijk, de laptop normaal is die wel te koop in Nederland en dat is dus die prijs van 23,49. Ja. Maar ik kon nergens de Heroes of the Storm special edition vinden, dus... Volgens mij is die in Nederland ook überhaupt niet te verkrijgen ofzo. Nou, stuur een linkje even in de comments. Ja, als je hem kan vinden. Ja, want er zullen heus wel Heroes of the Storm fans kijken. Ja. Leuk ding. Ja. En Tom is tevreden. Ja, dat was eigenlijk wel mijn final thought. Het is... Echt, er is niks mis mee. Behalve dan misschien MSI, hou eens op met die programma's. En voor de rest is het gewoon, je krijgt waar voor je geld. Bang for your fucking buck. Nice.